Jaarlijks gebeuren er 7500 ongelukken met huishoudchemicaliën. Vooral jonge kinderen zijn het slachtoffer. Onderzoek laat zien wat er gebeurt als je een kind de keus geeft tussen huishoudchemicaliën en speelgoed. Met behulp van de verborgen camera, eye-tracking en een hartslagmeter zien we goed waar de aandacht van het kind naartoe gaat. % gaat voor vlekkenspray. 64% gaat voor verf. En maar liefst 82% gaat voor bleek. En die vaatwasblokjes, die zijn misschien wel het leukst om mee te spelen. Het uiteindelijke resultaat? Meer dan de helft van de kinderen gaat voor huishoudchemicaliën. Geef kinderen geen keus. Wat kiest jouw kind? Doe de test op gaafofgevaarlijk.nl.